Hoi lieve tweelingen, welkom bij de algemene tarot reading voor sterrenbeelden. En deze dus voor de tweelingen, maand september. Ik ga ze eruit halen. De situatie. De dwarsligger of de uitdaging. Waar het bewustzijn zicht op heeft. Onbewust. Recente verleden. Advieskaart nabij je toekomst. Jij. Invloed van anderen. Hoop en vrees. En de conclusie. Leidraad voor deze tweelingen is adventure. Daar kom ik zo op terug. Ik zeg het er nog maar even bij. Dit is een algemene reading en kan natuurlijk niet voor elke tweeling gelden. Dus gebruik altijd je eigen intuïtie. Neem de boodschap mee wat voor jou bedoeld is en laat de rest gewoon gaan. Extra verklarende of extra boodschap van uit de set van het wijsheid orakel. Ja, oh. Het zijn er twee. Ik pak ze dan maar alle twee. Het kan ook zijn dat die ene niet past, maar dat gaan we dan zo bekijken. Nou, allereerst zonder maar de rest om te draaien, eerst maar eens even de aandacht voor de leidraad. De kaart Adventure. En de boodschap die deze kaart geeft is dat als dit kind bent, hè, zo'n klein kind is nog niet verprutst, zou ik bijna zeggen, tussen aanhalingstekens met allerlei conditioneringen, overtuigingen, angsten. Dit pure kind laat zich naar de regenboog trekken. Dit kind wordt in het onbekende getrokken en gaat vol vertrouwen het avontuur van het leven aan. Dat zou heel erg mooi zijn als wij dat in onszelf weer kunnen hervinden. Dat we als zo onschuldig als dit kind kunnen zijn en vol vertrouwen in het hier en nu kunnen zijn. En niet meer bang zijn voor het onbekende. Adventure. Als leidraad voor deze tweelingen. Er is aardig wat aan de hand bij deze tweelingen. Wauw. Ik ga gelijk naar de situatie. Deze tweelingen, het kan zijn dat wij, en nogmaals, gebruik je eigen intuïtie. Ik probeer ook onderscheid te maken tussen wat jouw intuïtie is en wat jouw ego niet wil horen. Dat is ook heel erg belangrijk, want die ligt hier. Dus ook probeer met je hart en met je hoge zelf te luisteren. Deze kaart, dat beeld laat het eigenlijk al zien en ook de benaming van het beeld. Het gaat om vechten. Fighting. Dit gaat over woede, over boosheid, over gepantserd zijn, vechten, ruzies, conflicten. Dus het kan zijn dat deze tweelingen
het sterrenbeeld tweelingen, te maken heeft gehad met een behoorlijk heftig conflict. En dat dat zich ook heeft laten zien in de buitenwereld. Alles wat je in de buitenwereld gespiegeld krijgt, of wat je in de buitenwereld treft, nodigt jou uit om in de spiegel te kijken. Waarom is dit ook een conflict ontstaan en tussen ons ontstaan? En zit er wellicht ook nog heel veel boosheid in mijzelf? Hoe heb ik gereageerd op die persoon? Hoe heeft die persoon gereageerd op mij? En ben ik bereid mijn eigen ego-bewustzijn te zien? En waar ik al een hoger bewustzijn heb? Want deze tweelingen vindt het lastig om naar zichzelf te kijken. Deze tweelingen denkt dat hij er al is. Deze kaart heeft het dus eigenlijk over je ego-bewustzijn. En deze persoon, man of vrouw, denkt dus dat hij al van alles heeft bereikt in het leven. En dat de reis eigenlijk ophoudt qua leren. Het ego denkt dat, ach, als hij maar voldoende heeft bereikt in die buitenwereld, dat hij er dan wel is. En dat hij niet meer, geen leerling meer hoeft te zijn. Dat hij niet meer hoeft te werken aan zijn Boeddha-bewustzijn, een hoger bewustzijn. En, dan weet je dat het ego heel erg actief is. Deze die leunt achterover. En ziet eigenlijk niet dat, dat de spiegel naast hem of haar al aan het barsten is. Deze persoon denkt ook altijd gelijk te hebben. Neemt weinig van anderen aan. Of eigenlijk niets van anderen aan. En met zo'n houding stagneer je dan dus ook eigenlijk. Dit ego voelt zich ook superieur aan anderen. Die voelt zich beter dan anderen. Die voelt zich verlichter dan anderen. Die voelt zich wijzer dan anderen. En dus beter. Want dat zie ik ook hier. Dit is de uitdaging voor de tweeling. Deze tweelingen. Om is heel eerlijk naar jezelf te kijken waarin jij vergelijkt. Vergelijk jij jezelf met anderen? Gaat door jouw hoofd, dat is regelmatig, van de eik is beter dan de bamboe. Of de bamboe is beter dan de eik. Of de bamboe is minder dan de eik. Of andersom. Als je de neiging hebt om te vergelijken, zit het ego-bewustzijn nog dwars met betrekking tot verdere groei en ontwikkeling. Omdat het ego dus denkt, ik ben er al, ik heb dat al bereikt. Het recente verleden ligt de kaart schuld. En het kan zijn dat je de neiging hebt om de schuld bij een ander te leggen, in plaats van dat je
dus zelfreflectie toepast en dat doet deze niet. Het kan ook zijn dat je zelf eigenlijk kampt met een schuldgevoel. En dat je daar niet naar durft te kijken. Of dat ook schuldgevoel je eigenlijk vasthoudt. Of dat je jezelf eigenlijk heel erg de schuld geeft. Of jezelf daardoor niet kunt vergeven. Voel bij jezelf wat bij jou van toepassing is. Maar als je herkent dat er in het recent verleden een ruzie is geweest, een flink conflict is geweest tussen jou en de ander, en er is sprake van kwestie schuld, dan zal deze boodschap wel eens voor jou kunnen zijn. En ook om te kijken waar jij deze houding hebt van ik hoef niet meer te leren. Ik ben al op het hoogste niveau van wijsheid. Maar dat er op een dieperliggend niveau sprake is van of je superieur voelen of je eigenlijk inferieur voelen. Dus dat je, enerzijds kan het ego zichzelf kleiner maken, anderzijds kan het ego zich groter maken. Deze is dat het ego zich groter maakt en dus zich beter voelt dan de ander. En dan zit je nog niet in het Boeddha-bewustzijn. En dan zegt deze kaart heel duidelijk, en die wil ik dan ook uit het Osho-tarotboek voorlezen, dat de reis nog niet voorbij is. Ook al denk je dat je het allemaal hebt bereikt en dat je het allemaal al weet. Even kijken. 9 is laziness. 68. Het is dus het luiheid van het ego om het ego-bewustzijn te laten sterven en om het Boeddha-bewustzijn te verwerven. Het goddelijk bewustzijn te gaan verwerven. Deze meneer vindt duidelijk dat hij het gemaakt heeft. Hij zit in zijn grote luie stoel met zijn zonnebril op, in de schaduw van zijn parasol, met zijn roze pantoffels aan en zijn pina colada in de hand. Hij heeft er de energie niet voor op te staan en iets te gaan doen, want hij denkt dat hij het al heeft gedaan. Hij heeft nog niet omgekeken naar de spiegel aan zijn rechterkant die om hem heen aan diggelen valt. Een onmiskenbaar teken dat de positie die hij eindelijk bereikt denkt te hebben vlak voor zijn ogen dreigt in te storten en te verdwijnen. De boodschap die deze kaart geeft is dat dit vakantieoord met het zwembad niet je uiteindelijke bestemming is. De reis is nog niet voorbij. Zoals de witte vogel die de oneindige ruimte invliegt je wil laten zien. Je zelfgenoegzaamheid komt misschien voort uit een gevoel dat je werkelijk iets hebt gepresteerd. En nu is het tijd om verder te trekken. Hoe zacht je pantoffels ook zijn, hoe lekker de pina colada ook smaakt. Er wachten je nog oneindige verten om te verkennen. En als jij bij jezelf een gevoel van uitputting herkent, dat je weinig levensenergie hebt, en dat je je meer moe dan energiek voelt, dan is deze boodschap helemaal voor jou bedoeld. Want dat is de uiteindelijke conclusie. En daarmee blijft al jouw echte potentieel, jouw goddelijke potentieel, onbewust. En die popelt om geboren te mogen worden. En dan blijft ook jouw gaven als adelaar, zodat je het grotere plaatje kunt overzien. En dat juist één zijn heel belangrijk is. Dat we juist gelijkwaardig zijn aan elkaar. En dat de één niet beter is dan de ander. En dat het juist dat de bedoeling is dat je de ander die zich kleiner voelt verheft. En dat je weet dat je altijd een houding moet hebben van hey, ik wil verschil maken op deze wereld om de ander die zich minder waardig voelt te verheffen naar een hoger niveau van zijn. Omdat we allemaal die spirituele wezens zijn.
en allemaal die emotionele volwassenheid kunnen bereiken. En ook allemaal die sluier van onbewustzijn kunnen verwijderen, waardoor er juist gewaarzijn ontstaat. En dat dat Boeddha-kindje weer tevoorschijn komt, het onschuldige kind. En kinderen die vergelijken ook nimmer. Die vinden nooit een ander kind mooier, beter dan dat ze zelf zijn. Als ze, dat begint pas op latere leeftijd. Als ze beïnvloed zijn door volwassenen die eigenlijk niet volwassen zijn. Wat je nu meemaakt, lieve tweelingen, is om jouzelf meer emotionele volwassenheid te geven. En dat gebeurt vaak in conflicten. Want als jij in het contact met anderen, kom je dit soort issues tegen. Waar voel ik me nog minderwaardig? Waar voel ik me meerwaardig? Waarin heb ik een houding dat ik eigenlijk zeg van, ach, ik hoef niet te groeien, ik ben al klaar. Waarin voel ik me nog schuldig? Ben ik uitgeput? En hoe komt dat? Invloed van anderen. En dat uit zich altijd in het contact met anderen waarin het nog niet in harmonie verloopt. Vergt diepgaand zelfonderzoek. En het vergt een andere houding dan deze. Het vergt een houding van ik ben bereid om mijn ego-bewustzijn te laten sterven. Om vanuit mijn goddelijk zelf te gaan leven en vanuit dat derde oog, de goddelijke dimensie. En ook wil ik in staat zijn om harmonie te scheppen in relaties. Deze tweelingen heeft waarschijnlijk te maken gehad met een narcistische ouder. Of een narcistische verzorger. Dit is die miser. En dat weet ik inmiddels na lange tijd ook deze Osho te leggen. Dit is die persoon die zich helemaal achter een vesting verschuilt. Die eigenlijk hoogmoed heeft. Die zichzelf ook het uiterlijk optooit. Die ook gehecht is aan materie. En die ook zich focust op de materiewereld. En die zich niet kwetsbaar kan tonen. Die ook niet zijn eigen worsteling durft te tonen aan de buitenwereld. Die ook niet zijn eigen maskers eerlijk durft toe te geven aan de buitenwereld. Maar ondertussen zich profileert als iemand die het helemaal gemaakt heeft. Kan zichzelf profileren als iemand die al een ander kan bijstaan in een bepaald proces. Maar als jij zelf nog niet bereid bent om achter die vesting vandaan te komen en om je materiële ego waarden achter je te laten en dat ego-bewustzijn te laten sterven, ben je nog niet in staat om een ander bij te staan. Eerst zul je zelf dan die emotionele volwassenheid moeten bereiken en de sluier van het ego-bewustzijn moeten verwijderen, waardoor inderdaad de onschuld weer terugkomt. Zelf ben je nu bang om naar de miser in jezelf te kijken. Maar je hoger zelf hoopt dat je dat toch gaat doen. Dat je deze houding laat varen. Dat je leert van de conflicten, van het schuldgevoel, van het vergelijken met anderen gaat gebruiken. Ook je uitputting gaat gebruiken om nu deze houding van ik weet het wel te laten varen. En dat je bereid bent om naar de vrek en de miser in jezelf te kijken. Om naar jezelf te kijken waar jij nog egoïstisch bent. Waar jij nog een ego-bewustzijn hebt. En dat jij daar je ook aan wereldse zaken vastklampt.
En dat kan van alles zijn. Als jij nog niet in overgave bent met de goddelijke dimensie. En dat jij eigenlijk bereid bent om alles te verliezen wat je hebt vergaard. Dan zit je daar nog in. En je merkt het dus aan verlies van energie. De nabije toekomst, het advieskaart van de opgestegen meesters voor jou is dat je gaat werken aan jouw innerlijke harmonie, aan je innerlijke gemoedsrust, aan het openen van je derde oog, het openen van je hart en uit je mind te stappen, uit je mentale kader te stappen. Het ego heeft alleen maar toegang tot het mentale. Die heeft geen toegang tot het goddelijke. En dit is de advieskaart voor jou, lieve tweelingen, om je daar mee te gaan verbinden. En om het pad te gaan wandelen van heling. En dat je dat je toe gaat geven dat je nog niet die emotionele volwassenheid hebt bereikt. Dat je nog niet in staat bent om harmonieuze relaties te scheppen. Want dat blijkt uit schuldgevoel, vergelijken, ruzies, uitputting. Maar dat je bereid bent om daarna wel aan te gaan werken. Dat is het advies van de nabije toekomst. En dat je dan ook het grotere plaatje gaat zien. Niet vanuit het ego, maar vanuit het goddelijke bewustzijn. Het zijn allemaal pittige readingen. En dat verbaast me niks, omdat we heel erg in een pittige periode zijn, waarin ook machtsspelletjes, dit zijn ook de dit zijn heftige machtsspelletjes. Waarbij ook nog al het ego gaat bovenkomen. Verklarende kaarten. Ja, de denker. De denker is deze. Als je alleen maar denkt, dan heb je geen toegang tot de wijsheid van de adelaar. De adelaar die houdt heel veel van zichzelf. Die heeft volop zelfvertrouwen. Die heeft zijn ware aard ontdekt, gevonden en leeft zijn ware potentieel. Als je alleen de denker bent, is dat niet mogelijk. Want dan leef je alleen vanuit de yang-energie. En dat is analyse. En dan ben je nog niet in verbinding met je vrouwelijke energie. 44. Even kijken. Analytisch en alleen logisch denken. Je kunt je als verlamd voelen wanneer je alles analyseert. Nadenken is goed, maar het werkt niet wanneer je alles logisch gaat beredeneren. Je zult dan waarschijnlijk verkeerde conclusies trekken. En je kunt, doordat je verkeerde veronderstellingen hebt, in de problemen raken. Geef je gedachten rust. Doe iets creatiefs. Mediteer. Of beweeg. Dan zul je snel weer bij zinnen komen en een aha-ervaring zal je nieuwe helderheid geven. Nou, dat is hier echt. Er wordt hier ook eigenlijk aangeduid, hè? Een soort van meditatiehouding. Stil zijn. En vooral ook. Aha-ervaringen komen altijd uit deze chakra's: het hart en het derde oog of de kruin. En dat komt niet vanuit het denken. Dat komt niet vanuit het brein. En als je hier niet uitkomt, zoek dan een steuntje in de rug. Zoek dan hulp. In plaats van dat je denkt, ik heb geen hulp nodig, want ik weet het allemaal wel. Hulp ontvangen. Dus daar staat deze kaart voor. Even kijken. Je bent op een punt gekomen dat het niet langer goed is om alles helemaal alleen te doen.
Het leven brengt je met de juiste mensen in aanraking die je net dat steuntje in de rug kunnen geven om de volgende fase van je reis aan te gaan. Je krijgt hulp op elk gebied van je leven waar je een steuntje in de rug voor nodig hebt. Het is de kunst om de hulp te aanvaarden die je vrij wordt aangeboden. Wanneer je de onderlinge afhankelijkheid aanvaardt, teamwork en onafhankelijkheid samenbrengt, dan gebeuren er wonderen. Daarvoor is het nu het goede moment. Dus eigenlijk willen de opgestegen meesters jou aanraden om hulp te zoeken. Niet langer gevangen te zitten in je denken, want daar kom je klaarblijkelijk niet uit. En soms hebben we in een bepaalde fase een steuntje in de rug nodig. En laat de houding varen dat jij dat niet nodig hebt. Dat heeft mij heel veel lijden gebracht, deze houding. Deze heb ik ook hele lange tijd gehad. Ik wist het allemaal beter. Een steuntje in de rug had ik niet nodig. Ik wist het zelf allemaal wel. En daarmee heb ik heel veel narigheid in mijn leven geschapen. Totdat de narigheid zo groot wordt en de eenzaamheid zo groot wordt dat je je eindelijk overgeeft. En dat ik er toen achter kwam, dat is bij mij ook gebeurd, dat ik een moederwond had. En dat ik een moederwond moest helen. Want dat ik eigenlijk in de voetsporen aan het treden was van mijn moeder. En dat is deze kaart. Ik trok ook steeds dit soort relaties aan. Met heel veel egoïsme. Met narcistische kenmerken, borderline kenmerken, hoe je het ook wilt noemen. Wat voor label je er ook aan wilt hangen. Maar in ieder geval vrekkige mensen. Heel egoïstisch. Maar op een gegeven moment word je zelf ook egoïstisch. Als je alleen maar in dat denken zit. Dus lieve tweelingen, doe jezelf een geschenk en zoek hulp. Want er is meer in het leven dan hoe je je nu voelt. Ik wens je heel veel sterkte daarbij. Spreekt voor zich dat als jij voelt in je hart dat ik dat steuntje in je rug zou kunnen zijn. Een stukje op jouw pad. Dan kun je me vinden. En onderaan deze video staat de link naar mijn website. Dankjewel voor het kijken. Ik wens je een fantastische maand september. En heb geduld met jezelf ten aanzien van dit avontuur. Veel liefs en tot volgende maand. Bye.